Kun je met behulp van de wetenschap leren schieten als een basketbalpro? Dat gaan we onderzoeken en dit is het lab. Yes! Raoul, jij bent bewegingswetenschapper en fanatiek basketballer. Dat lijkt me een hele goede combinatie om de perfecte basketbalworp te onderzoeken. Ja, dat klopt. En er was al eerder onderzoek gedaan naar het basketbalschot. En men dacht eigenlijk dat je vooral lang van tevoren naar de ring moest kijken. Zodat je ook je hersenen de tijd hebben om je bewegingen voor te programmeren. Klinkt logisch. Ja, dat klinkt op zich logisch. Maar als je dan nadenkt over hoe snel het basketbalspel eigenlijk gaat, dan heb je helemaal niet zoveel tijd om eerst lang naar de ring te kijken en dan je schot te nemen. Maar even voor de niet-basketballers onder ons. Dat schieten is echt iets waar professionele basketballers hun hele leven op trainen, toch? Ja, dat afstandsschot bij basketbal is superbelangrijk. Hè. Je hebt tegenwoordig ook 3 punters waarbij je van verder dan 7 meter de bal erin kan gooien. Nou, daar krijg je dus 3 punten voor. Ja, dat wil je natuurlijk wel. Dus daar train je heel hard voor als basketballer. En je zou denken dat je bij zo'n schot, dat je daar als speler, dat je alle tijd neemt om rustig te kijken naar de ring, om dan raak te schieten. Maar uit ons onderzoek blijkt dat dat niet het geval is. Dat topschutters al voldoende hebben aan 350 milliseconden vlak voor bal los om raak te schieten. Hè. Dus in 1/3 van een seconde kunnen ze naar de ring kijken, kunnen ze de afstand inschatten en kunnen ze hun schot nemen. Dus de rest is dan bijzaak? Ja, voor een nauwkeurig schot op dat moment wel. Kun je ons vertellen hoe je daar precies achter bent gekomen, dat het om de laatste 350 milliseconden voor de worp gaat? Ja, dat hebben we onderzocht met deze speciale bril. Die hebben we bij topbasketballers opgezet en daar hebben we ze met deze bril laten schieten. En nu kan je er doorheen kijken, is die transparant, maar je kan hem op afstand bedienen. Dan kan ik hem ook dicht doen. Ja, en hij kan weer open en hij kan weer dicht. En dan kan ik bepalen of de basketballer iets of niets ziet. Dat lijkt me heel lastig schieten met een beslagen bril. En autorijden lijkt me ook een beetje lastig. Ja, dat is op zich wel het geval, maar er kwam wel iets heel interessants uit dit experiment. Maar dat kan Esther je beter laten zien. Nou, wat je hier kan zien is dat Esther zo'n bril op heeft van het onderzoek. En daardoor kan ik dus bepalen wat ze wel en niet ziet vlak voordat ze schiet. Oké, nou laat me zien. Maar 5 schoten nemen. Wat je hier ziet is dat Esther aan het schieten is. Ze heeft die bril op, maar die bril die blijft tijdens het schot de hele tijd dicht. Dus ik geef de bal in de handen, dan doe ik de bril dicht en dan maakt ze een dribbel en dan schiet ze. Nou, en zoals je kunt zien schiet ze dan helemaal niet zo goed. Dus zelfs zo'n topper als Esther, die al heel vaak heeft geschoten, heeft toch, juist omdat het zo'n dynamisch schot is, nog wel een klein stukje zicht nodig van de ring om raak te kunnen schieten. Dat was 5. Nou, deze tweede situatie is eigenlijk bijna hetzelfde als die eerste situatie. Dus die bril is in eerste instantie dicht. Maar vlak voordat Esther de bal loslaat, doe ik hem open. En dan kan ze net een klein stukje, voordat ze de bal loslaat, kan ze de ring zien. Kan ze de afstand inschatten en kan ze schieten. Nou, en wat je ziet is dat ze met dat kleine stukje, dus een fractie van een seconde, dat ze daar voldoende aan heeft om gewoon raak te schieten. 5. Nou, en in deze derde situatie, daar is eigenlijk de hele tijd, als ze die dribbel maakt, is de bril gewoon open. Alleen op het allerlaatste moment, dus weer die fractie van een seconde voordat ze de bal loslaat, doe ik de bril juist dicht. Dus dan kan ze dat stukje net niet zien. Nou, wat je dan ziet is dat ze daarmee eigenlijk slechter schiet. We hebben dit dus ook niet alleen met Esther net gedaan, maar we hebben dit ook bij andere topbasketballers en topschutters gedaan. En dan blijkt inderdaad dat die topschutters voldoende hebben aan die laatste 350 milliseconden vlak voordat de bal los is uit hun hand. Als ze daarmee schieten, dan schieten ze net zo goed als dat ze vol zicht hebben. Dus dat die bril gewoon helemaal open blijft. Terwijl als ze dat laatste stukje niet zien, ja, dan gaan ze echt slechter schieten. Dan schieten ze even slecht als dat ze helemaal geen zicht hebben. Dus dat laatste stukje is echt nodig. Oké, ik ben overtuigd. En dat is ook heel erg leuk voor Esther, maar wat heb ik hier aan? Ja, het leuke is, als je een beetje basketbalambities hebt, dan kun je dus ook met deze bril gaan trainen. En dat is precies wat we met toptalenten ook doen. Dus als je tijdens het schieten die bril draagt en hem dus in het begin dicht houdt en dat hij op het laatste moment open gaat, dan leer je dus ook met dat hele kleine beetje zicht om te schieten. Dus als ik professioneel basketballer wil worden, dan ga ik me alleen nog maar daarop focussen en dan boeit eigenlijk de rest niet zoveel. Ja, voor je schot wel, hè, want dan kun je je schot daarop trainen, zodat je daarmee leert schieten. En dat betekent dat je tijdens wedstrijden voor die tijd kan focussen op je medespelers, je tegenstanders, het dribbelen, het vrijlopen en noem zo maar op. En dat is natuurlijk precies wat professionele spelers tijdens wedstrijden ook doen. Een professioneel basketballer word je niet van deze bril, maar we hebben wel geleerd dat je maar heel kort naar die basket hoeft te kijken om daadwerkelijk te scoren. En dit was het lab. Heb jij nou ook een dringende wetenschapsvraag? Stel hem dan hieronder in de comments en dan ga ik voor je op onderzoek.